Oh, niet, ik zit met zijn hoofd erbij. Ja, alsjeblieft, man. Sorry hoor. Moet ik nog iets zeggen? Of? Nou, ik vind het een mooie jongen. Meisje, jongen, wat is het? Meisje. Ja, het is een meisje. Hoe groot is die jongen weer? Anderhalf. Ja, dat zou best kunnen, hè? Anderhalve meter. Bijt hij? Nee, ik weet niet of hij beet of... Ik denk dat hij gewoon met zijn kop richting jou ging. Ja, ik denk dat hij schrok van iemand. Wauw, wat een mooi beestje, hè? Kijk, en dit heb je dus, hè? Als je relaxed bent, is die slan ook relaxed. Dat is zeker zo. Hoef je niet moeilijk te doen. I've been swallowed by a boat. Oh, hij heeft best stevige kop voor zijn maat. Nou, ik vind dat ze een flinke slang is. Hij zou niet veel kleiner zijn dan die andere die we toen hadden. Maar hij is ietsje kleiner. Die andere zag er wel steviger uit, moet ik zeggen. Ik denk wel dat ze je kan burgen als ze het zou willen. Als ze om je nek heen gaat, heb je best wel... Nou, je krijgt het wel los hoor, maar... Nou, ik je krijgt het wel benauwd. Als je wat kleiner bent, als je een kind van 5, 6 bent, dan ben je de peanut. Als dit om je nek heen komt. Jeetje, Jerry, wat knap dat je haar hebt gevonden. Oh, ze wordt een beetje wild, of niet? Ja. Wat gaan we ermee doen? Laat hem maar weer vrij. Hebben we wat filmen en wat foto's maken? Het filmpje kunnen we op internet zetten. Ben je nu aan het filmen? Ja. Oh, je bent nu aan het filmen? Onze kop houden. Nee. Ik zeg even bang dat het een slangeloze dag zou worden. Ja. Nou, Jiri, kijk eens even trots in de camera. Ja, nu zie ik helemaal niks meer. Schijnen ze op de slang ook, hier, jij? Kijk, nu zien we iets. En zijn moeder was er ook bij. Kijk, die dus. Die het allemaal een beetje eng vindt, maar... Maar ik heb hem aangeraakt. Heb je hem aangeraakt? Okay. Oh, je moet hem ook even vasthouden. Nee, dat durf ik niet. Dan voelt hij zo lang dat ik echt bang voor hem ben. Hé, de batterij.